en welkom bij een nieuwe video. Vandaag heb ik een hele leuke video voor jullie. Ik deel namelijk mijn hele make-up stash met jullie. Ik laat jullie alles zien wat op mijn bureau staat, in mijn bureau, mijn lipsticks. En ja, deze video is heel veel aangevraagd. Ik vond hem leuk om te maken. Ik hoop dat jullie hem leuk vinden om te bekijken. En dan zeg ik, laten we snel beginnen. Hier staat een lamp. Dat is altijd handig. Hier staat een bakje van de IKEA. Alles wat hier staat is overigens van IKEA. En hier zitten mijn lipsticks in, maar daar ga ik straks verder op in. Dan heb ik hier nog een bekertje met wattenschijfjes, een bekertje met wattenstaafjes en micellair water om mijn make-up mee te verwijderen. Hier zie je het bakje waar ik het net over had, waar mijn lipsticks in zitten. Ooit was dit netjes en geordend, maar nu heb ik te veel lipsticks. Dus ik moet even een andere oplossing zoeken hiervoor. Kijk, zo kan je het iets beter zien. Ik denk dat ik een ander houdertje moet zoeken voor mijn MAC lipsticks. Hier heb ik al een aparte video over gemaakt vorige week. Die zal ik eventjes in beeld linken. Dan zie je hier de overige lipproducten. Ik heb een aantal hele fijne lipsticks van Essence. Deze van L'Oréal vind ik heel erg mooi. En ook deze lipstick van Rimmel vind ik heel erg fijn. En dat waren denk ik wel mijn favorieten. Zo. This is where all the magic happens. En ja, ik moet de la opruimen, don't judge me. Duimpje omhoog als je een opruimvideo wilt zien. In dit bakje heb ik dingen voor mijn gezicht. Hij is voornamelijk voor foundation en concealer. Dit is de concealer die ik op dit moment gebruik van Essence. De BB cream van Miss Sporty. Hier ligt nog iets van Bourjois, Essence, L'Oréal. En ook ligt mijn MAC Fix Plus erin, want die past niet in een ander bakje. Dit bakje gebruik ik voor highlighter, bronzer en blush. Ik heb hier mijn all-time favorite Soft and Gentle van MAC. Dat is een highlighter. Hier heb ik nog een limited edition highlighter van Essence liggen. Een bronzer van Catrice die ik nog nooit gebruikt heb. Pinch Me van MAC. Hier nog twee budget highlighters. Een blush van Glossybox. Sleek Rose Gold, een hele fijne blush van Essence en hier een palet van Sleek. Hierin zit een bronzer, een highlighter en ook Sleek Rose Gold, de blush. Ik kan de la helaas niet verder openen, dus het moet maar eventjes zo. Deze bak gebruik ik eigenlijk voor gezichtspoeders, maar deze bronzer paste niet in dit bakje, dus die ligt er ook eventjes bij. Zoals je waarschijnlijk al wist ben ik dol op de gezichtspoeder van Essence. En er ligt ook nog een poeder van NYC in en deze is van Catrice. Heel mooi om te zien, maar ik vind hem niet zo mooi op mijn gezicht. De grootste bak in mijn make-up lade heb ik besteed aan oogschaduw, oogschaduwpalettes, wimperkrullers en mijn wenkbrauwdingen. Want die nemen nou eenmaal de meeste ruimte in. Hier zie je een groot palet van W7. Dit is een dupe van het Naked 3 palet. Hier is nog een paletje van Flormar. Oogschaduwbasis, oogschaduwbasis, oogschaduwbasis van MAC. Hele mooie oogschaduw van Essence, een wenkbrauwgel. Oogschaduwpaletje die heel fijn is, maar ik heb geen idee wat het merk is. How to Make Bright Eyes van Essence. Twee paletjes van Makeup Academy. Twee wenkbrauwsetjes van Catrice die ik heel fijn vind. Hier liggen nog twee mono's van Catrice. Dit is een oogschaduwsetje van de Action, maar die vind ik niet heel erg fijn. Oh, en er liggen ook nog twee wimperkrullers in. Geen idee waar die vandaan komen, maar die kan je overal wel kopen. Achter mijn oogschaduw ligt het bakje met de eyeliners, oogpotloden en mascara's. Roller Lash is de mascara die ik op dit moment heel erg fijn vind. En daar kreeg ik gratis deze mini The Real mascara bij. Die is ook van Benefit, ook heel erg fijn. Ook liggen er drie Lash Princess mascara's in van Essence. Heel erg budget en ook fijn. Deze mascara van NYC zorgt voor veel volume. En deze mascara van Rimmel was ook een lange tijd mijn everyday mascara. Verder liggen er nog oogpotloden en eyeliners in, maar die gebruik ik bijna nooit, dus daar kan ik niet zoveel over vertellen. In dit bakje heb ik primers liggen. Deze Pore Minimizer van de Body Shop, make-up basis van Hema. Een primer van Edels die ik ook lange tijd dagelijks gebruikt heb. En dan ligt hier nog een product van Ghoul dat je haar oplicht, maar die gebruik ik niet. En nog een paar random tools zoals een vijl en een pincet. In dit bakje liggen ook wat random dingen, maar vooral producten voor mijn lippen. Dit is trouwens een puntenslijper voor oogpotloden, die hoort er niet tussen. Ik heb hier dat ding van Max Factor voor over je lipstick, zodat het langer blijft zitten. Maar daar gebruik ik hem eigenlijk niet voor. Deze lipstick die ik kreeg op de Beauty Gloss Party hoort er ook niet tussen. Nou, dat ziet er al beter uit. Hier heb ik een mishandelde lippenbalsem van Hema, maar hij is wel heel erg fijn. Labello die eigenlijk voor mannen is, maar ik vind hem heel fijn omdat hij je lippen verzorgt zonder er een glans aan te geven. Dus het lijkt alsof je niks op je lippen hebt zitten. Hier heb ik nog een aantal babylips, die vind ik ook heel erg fijn. En Bubblegum Lipscrub van Lush. Heel erg fijn, maakt je lippen super zacht en haaruit lekker. En hij ziet er leuk uit. Wat wil je nog meer? Nou, dat was mijn hele make-up stash. Ik hoop dat jullie de video leuk vonden. Doe even een duimpje omhoog als dat zo was. En als je nog niet geabonneerd bent op mij, doe dat dan eventjes. Want ik plaats elke vrijdag om 12 uur een nieuwe video. En ik zou het heel erg leuk vinden als jij je ook abonneert op mij. Dan wil ik nog zeggen bedankt voor het kijken. En dan zie ik jullie dus volgende week vrijdag weer in een nieuwe video. Doeg!